is het nog meer aan woononrecht. Dat heet het kabinet Rutte. Wat willen die eikels doen namelijk? Ze willen de huurtoeslag omlaag brengen. Die moet met, in 2012 gaat die met 15 euro per maand omlaag. Om mee te beginnen. Verder, die grootschalige sloop, die massale sloop van betaalbare woningen, gaat gewoon lekker door. Als je iets weet hebt getroffen en je verdient 34.000 euro per maand of meer en je zit in een snel huis, dan moet je ook vet bij gaan betalen. Want ja, er moet worden bezuinigd, mensen, zeggen ze. Maar ze gaan het niet bij de rijken halen. Ze halen het niet af van de hypotheekaftrek. Die hypotheekaftrek die kost per jaar 11 miljard euro. Daar wordt niks voor bezuinigd. Nee hoor. Er wordt gewoon meer van de armen en de minder bedeelden gepakt. Jammer. Voor de rest. Ja, er was ooit deze regel van. Als er ergens wordt gerenoveerd, dan moet er op zijn minst nog 30% sociale huurwoning overblijven. Maar dat gaat ook niet meer door. Dus die ook die 30% zijn we kwijt. Ja, jongens, en als dat nog niet genoeg is, dan is er ook te weinig. Er wordt niet meer gebouwd. Dus als je al je sociale woning wordt uitgejaagd en ze zeggen, oh, ga maar lekker een andere woning zoeken. Ja, waar is die dan? Die wordt niet meer gebouwd, die is niet meer te betalen, noem het nul. Jongens, het is een zootje dus in het land. Ja, helemaal mee. Daarom, ja, ik zie dat jullie van demonstreren houden. Ik wel. We gaan nog meer demonstreren. 12 februari, volgend jaar, op de Dam. Organiseren wij Stop Afbraak Sociale Huisvesting. Wederom een demonstratie tegen de afbraak van de sociale huisvesting. Wij eisen het volgende. Stop de sloop van goede en betaalbare woningen. Stop de uitverkoop van goede en betaalbare woningen. Stop de huurverhogingen. Van arbeiderslonen, van modale inkomens, moet je kunnen wonen. Stop de bezuinigingen op de huurtoeslag. Onmiddellijk uitvoeren van achterstallig onderhoud en niet de eerste mensen eruit jagen met het excuus, ja, we moesten renoveren. Ja, inderdaad. En alsof het niet genoeg is, dames en heren, we willen de sociale woningbouw uitbreiden. Het moet erbij, niet eraf. Dank u wel, Amsterdam. Zijn wij slachtoffer van economische groei? Gestolen solidariteit. Je krijgt die rekening retour. Blijven wij betalen voor die handhavingstaat? Germaine Chambray, wat op je paspoort staat.